Wanneer kunnen we vliegend naar ons werk? Dit is de Universiteit van Nederland. Wanneer kunnen we vliegend naar ons werk? Want de meeste van ons doen dat denk ik nog niet. De toekomst, wat gaat er allemaal in de toekomst gebeuren? Ik wil een beetje een doorkijkje gaan geven wat er allemaal misschien op ons afkomt. En hoe zeker dat is. Laten we eens beginnen met gewoon eens kijken naar een heel futuristisch vliegtuig. Het vliegtuig is de Blackbird SR-71. Nou, het ziet er prachtig uit. Het vliegtuig is van 1959. Toen is het ontworpen. Het zouden, als je dit de mensen laat zien gemiddeld, ik vraag me af of u het gedacht hebt, maar de meeste mensen zouden dat niet denken. Dit was dus de tijd dat we in propellervliegtuigen als passagiers rondvlogen. En tegelijkertijd werd in anderhalf jaar tijd werd dit vliegtuig ontworpen, wat dus in feite sneller vliegt dan een kogel, hoger dan alle andere vliegtuigen. En het werd gebruikt voor verkenningsvluchten rond de hele wereld. Dus ver, hoog, harder dan al het andere op dat moment in de wereld. Gigantische stap, 1959, dus hadden we nog niet al die handige computers niet, en anderhalf jaar ontworpen. Als we nou kijken naar wat er vandaag gebeurt, het nieuwste passagiersvliegtuig is de Airbus A380. En die is in 20 jaar ontworpen. En die lijkt qua vorm best wel veel op de vliegtuigen daarvoor. En dan kan je zeggen van nou, wat hebben ze dan 20 jaar zitten doen? Dat is gewoon eenzelfde vliegtuig als daarvoor. Maar dat is natuurlijk een beetje, dat is de schijn die bedriegt. Want dat vliegtuig lijkt wel hetzelfde, maar er zitten nieuwe motoren, nieuwe materialen op. Die hele romp is gemaakt van glare, dat is een soort met glasvezel versterkt aluminium. En die kan je dan ook wel wit schilderen, maar het is toch echt anders. En die motoren die worden steeds groter, die worden steeds stiller. Maar de airlines kopen het natuurlijk vooral omdat ze steeds zuiniger worden. Want dat is namelijk de belangrijkste reden op dit moment om, als je iets nieuws wil, om de luchtvaart te vernieuwen. Dat is om het steeds zuiniger te maken. En stiller, en dan is het ook groener. Maar het is ook wel fijn dat het minder kost natuurlijk, de benzine. Dus steeds zuiniger maken is eigenlijk de belangrijkste reden. En daarvoor hebben we die nieuwe materialen, nieuwe constructies. En ja, die vorm. Je kan ook zeggen van nou, misschien is die vorm wel zo'n beetje klaar. Misschien is zo'n vorm van een grote vleugel voor, een paar kleine achter en dan een koker waar alles en iedereen in zit. Misschien is dat wel gewoon de ideale vorm. Zijn we eruit? Dit is ideaal, dit is het. Zo ziet het er in de toekomst ook uit. En daarom verandert het niet meer. We hebben de oplossing gevonden. Nou, dat is toch niet helemaal waar. Het kan wel degelijk beter, die vorm ook. En als we een vorm maken waarbij de romp en de vleugel in elkaar overgaan, dus dat je niet een aparte romp hebt die alleen maar weerstand geeft en de vleugel die alleen maar de draagkracht geeft, maar een soort delta vleugel wordt het bijna, maar een blended wingbody heet het, dus waar de body, dus de romp, overgaat in de vleugel. Als je het zo maakt, dan draagt alles bij aan de draagkracht en dan is die verhouding tussen de lift en de weerstand, die gaat, wat een kwaliteitsgetal is eigenlijk voor de vorm, voor het ontwerp van de vorm, die gaat opeens van nou, we kunnen misschien met veel moeite nu 20 halen, die gaat dan opeens naar 22, 23, 10% beter. En dat vertaalt zich onmiddellijk in ontzettend veel minder brandstof en wat je mee hoeft te nemen ook weer. En dus dat zou heel veel efficiënter zijn. En dit is bekend, hier doen we nu ook onderzoek naar, dit is heel veel beter. En toch kon het nog wel eens even duren voordat vliegtuigen er ook zo uit gaan zien. We hebben namelijk, als het gaat om grote vliegtuigen, om passagiersvliegtuigen, zijn er eigenlijk maar twee grote fabrikanten. Airbus en Boeing. Er is dus geen monopolie, maar er is een duopolie, zou je kunnen zeggen. Nou, stel nou dat Airbus zou besluiten, we gaan dit vliegtuig, die blended wingbody, die gaan we maken. Dan moeten ze ontzettend veel geld en effort stoppen in het onderzoek daarnaar. En er is een grote kans dat het misgaat natuurlijk. Of dat ze allerlei dingen ontdekken. Dat ze een versie maken die uiteindelijk wel die vorm heeft. En wat efficiënter is, maar verder toch niet zo heel geweldig is. Kijkt Boeing ernaar en zegt, nou, dank jullie wel. Maken wij de netversie, iets betere versie. Zonder dat het ons zoveel geld en tijd kost. En dan verkopen wij het en hebben we veel meer winst. En dan is het vanaf dat moment een monopolie. Dus het gevolg is dat een beetje kat uit de boom kijken. Dat zo'n duopolie zorgt ervoor dat ze allebei naar elkaar kijken. Van nou, durf jij? Ga jij maar, ik niet. En zo. Daardoor gebeurt het nu eigenlijk niet. Maar we weten dat dit wel kan. En misschien is er wel een nieuwe, derde innovatieve industrie ergens. God knows where. Misschien wel dat er in Brazilië opeens iets opstaat of ergens anders. En dat ze zo'n vliegtuig maken en dan in één keer de markt veroveren. Maar nu kijken die twee dus even de kat uit de boom. Wat wij ons vaak niet realiseren is met die grote vliegtuigen, want het komt natuurlijk ook omdat die groot is, is dat wij in de lucht eigenlijk alleen maar een soort
ja, soort openbaar vervoer hebben. Als op de grond, als je naar, met de trein gaat, ga je eerst naar een station of een bushalte, verzamel je allemaal, ga je met z'n allen reizen. En zo doen we het in de lucht altijd. We gaan eerst naar een vliegveld en verzamelen we ons allemaal. Dat is ons grote plezier. En dan wachten we allemaal tot het vliegtuig is en dan gaan we allemaal tegelijk in een vliegtuig. En dat is natuurlijk ook zuinig. En dan zo vliegen we overal naartoe. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat terwijl we op het water en op de weg hebben we ook altijd, daar varen we en rijden we ook zelf. In de lucht hebben we eigenlijk alleen maar die gemeenschappelijke vorm van vervoer, een soort openbaar vervoer met de vliegvelden als een soort stations. En er is toch al heel lang een soort maatschappelijke wens om zelf te vliegen, gewoon een vliegende auto. Wanneer kan het dan? Dan wil je van je deur voor je deur opstijgen het liefst. Dus niet naar een van de vliegvelden, voor je deur opstijgen. Dus zo'n vliegtuig dat dan toch eerst een landingsbaantje nodig heeft, eigenlijk niet. We willen gewoon voor de deur opstijgen en dan even naar Parijs, middagje shoppen. Of even een weekendje naar de Côte d'Azur en zonder dat je eerst naar zo'n vliegveld hoeft. Dat willen we graag. Nou, een vliegtuig wat recht voor de deur kan opstijgen, ja, dat is in feite natuurlijk, die hebben wel eens een helikopter. Helikopters kunnen dat. En we zien hier een traumahelikopter. Dat is een helikopter. Dat is misschien wel een ideaal voertuig. Er is trouwens wel wat problemen aan zo'n helikopter hoor. Dat is niet een makkelijk toestand om te vliegen. En er zitten ook best wel wat risico's aan. En het is heel ingewikkeld. Als dit ding zo die rotor draait, dan zeg je dan duwt die lucht naar beneden, dan blijf je in de lucht. Makkelijk. Maar op het moment dat hij vooruit gaat, heb je opeens een gedeelte van die rotor, die komt een heleboel lucht tegen. Die beweegt er tegenin. En die andere beweegt mee, die komt wat minder lucht tegen. Dus je zou zeggen, die gaat onmiddellijk op zijn kant. Dat doet hij natuurlijk niet, dus dan moet je dat allemaal van. Ontzettend ingewikkeld. Je kan eigenlijk zeggen, de helikopters die vlogen we al voordat we precies wisten hoe het werkte. En het is ook zo dat als je, je zegt wat veel mensen een probleem hebben ook met helikopters, zeggen, er zitten geen vleugels aan. Wat nou als die motor stopt? Als de motor stopt, dan is het hele verhaal zeker over. Nou, dat valt gek genoeg wel mee. Als je hoog en hard vliegt ergens, het ding draait, en de motor doet het opeens niet meer. Nou, dan kan dat op zich. Je moet onmiddellijk je staartrotor uitzetten, maar verder kan dat op zich. En dan duik je namelijk gewoon naar beneden. Duik je wat snelheid aan. Je zorgt ervoor dat die bladen een beetje plat staan. Het rotor blijft lekker draaien. En sterker nog, als je vooruit gaat, gaat hij nog wat harder draaien. Er komt een beetje lucht zo onder doorheen. Je komt dan beneden. En dan vlak boven de grond zet je die rotorbladen weer in een hoek. En dan krijg je ineens enorm veel lift. En zo kan je dus met autorotatie, heet dat, kan je met een helikopter ook, als de motor stuk is, kan je gewoon een noodlanding maken. En dat is ook de reden, dat is best wel veilig, maar dat is ook de reden dat je helikopters soms niet zo verticaal voor je deur ziet opstijgen, maar dat ze ook op een vliegveld zelfs vaak eerst nog wat vooruit gaan en dan pas omhoog gaan. Want dat principe van het gas dichtgooien en snelheid aanduiken, dat kan natuurlijk alleen maar als je hoog en snel bent. Als je dus laag zit, en als je heel snel gaat, gaat het ook nog wel goed. Maar als je en laag zit en snel, er is een soort driehoekje waarbij je hoogte en snelheid uitwisselt, als je het in een grafiekje zou zetten, dat wordt de dodemans driehoek genoemd. Als je daar zit, dus als je heel langzaam zo verticaal opstijgt, ga je door de dodemansdriehoek. En daar zijn helikopterpiloten niet dol op. Want als daar de motor het begeeft, of de staartrotor het begeeft, er gebeurt iets, dan is er geen redding mogelijk. Dan val je echt acuut naar beneden. Maar als je uit die driehoek bent, gaat dat heel goed. En die traumahelikopters, die staan vaak op het museumplein of op de pleintjes tussen tramlijn, gebouwen, nog turbulente stroming ook. En die gaan dus dagelijks door die dode driehoek. En dan moeten dus hele goede piloten zijn, maar ook met de nodige lef die erop vertrouwen dat die helikopter het dan doet. Want dat is niet zoals je normaal gesproken met een helikopter wil opstijgen en landen. Die vliegen wel degelijk tot vlak boven de grond voordat ze stil gaan hangen. En dat is dus nog niet zo eenvoudig om te vliegen. Maar dat je zo vooruit gaat en dat het zo beweegt dan die rotor vanzelf. Je hebt geen motorkracht meer, maar die rotor blijft draaien, is best wel bijzonder. En er zijn zelfs een soort van helikopters, die heten autogyro's, in het woord zegt het al, die draaien vanzelf. En autogyro's, die hebben geen motor op de rotor zitten. Er zit wel een rotor op, maar er zit geen motor aan vast. Er zit alleen een propeller achter en die duwt dat ding vooruit. En doordat die vooruit gaat en de stroming rond die rotor zorgt ervoor dat die vanzelf rond gaat draaien en vanzelf, net als een vleugel, lift genereert. Dus die doet eigenlijk continu autorotatie. Dat is een autogyro. Dat is echt heel gek als je het van tevoren zou bedenken op het teken. Daarvan denk je, dat kan niet werken. Hè? Dat kan niet werken. En dat doet het toch, een autogyro. En die kan dus ook die kan bijna verticaal landen. Bijna, en die kan ook bijna verticaal opstijgen. Dat is een heel handig dingetje, zo'n autogyro. Als je dan kijkt naar wat hebben mensen nou allemaal geprobeerd in het verleden om die vliegende auto te maken, dan is er wel een hoop geprobeerd. Die droom bestaat al heel lang. Iedere 10 jaar of bij een millenniumwisseling. Je hoort eens in zoveel tijd, waar blijft onze vliegende auto? En dan kijken ze naar onze ingenieurs en zeggen ze, waar blijft onze vliegende auto? Nou, dat is geprobeerd. Er zijn voorbeelden. We zien hier bijvoorbeeld een poging tot een vliegende auto.
Je pakt een auto, je zet er een vleugel en een motor aan en het is een vliegende auto. Niet heel praktisch natuurlijk. Er zijn meer voorbeelden van. Er zijn meer, er is nog zo één. En dan maken we ze opvouwbaar, die vleugels. Die kan je dan in een karretje achter je aandraaien. En als je dan bij het vliegveld bent. Maar ja, dat is dus niet weer verticaal opstijgen. Hè. Dat is nog steeds horizontaal. En de nieuwste vorm is MIT is daarmee bezig. Dat is een apart bedrijfje daar weer van Terra Fuji. En die hebben deze gemaakt. En die heeft ook nog steeds. Ja, die stijgt op en landt als een gewoon vliegtuig. Maar het past wel in je garage. Dat is ook nog een auto als je die vleugels opvouwt. En dan kan je gewoon over de weg rijden. Het was volgens die ontwerper nog lastiger bijna om die regels te gehoorzamen die je hebt voor op de weg rijden dan om in de lucht te komen. Maar goed, bij het vliegveld aangekomen, vouw je de vleugels uit en vlieg je ermee weg. En dan kan je in ieder geval voor je deur vertrekken in hetzelfde voertuig. Maar je moet eerst een stukje rijden, dan mag je daarna opstijgen. Dus dat komt toch een beetje in de buurt van de vliegende auto. Als automodel zou het niet direct mijn eerste keus zijn. Maar het komt dat je ermee kan vliegen, maakt het wel weer heel cool natuurlijk. Dus dat is wel aardig. Maar als je nou kijkt van ja, waar gaat die vliegende auto vandaan komen, dan kan je denken van nou, die komt vast uit Amerika dan bij MIT. Maar er is ook in Nederland een bedrijf die bezig is met een vliegende auto. En dat is Pelvi. En dat is een autogyro. Dat is dus een voertuig met een propeller achter en heeft ook een rotor, maar die rotor is niet aangedreven. Tenminste, geven in het begin even een zetje bij, maar dan is hij niet aangedreven. En dit is niet zomaar een fantasie of een mock-up. Dit ding vliegt ook al werkelijk. Dat heeft in Nederland de proefvluchten gedaan. Daar hebben we een filmpje van. Hier zie je hem rijden. Dat kan hij natuurlijk ook. John Bakker, Robert Dingmans, de mensen die ook achter de Carver ontwerp zaten. Dat met die kantelende wiel, die technologie zit hier ook in. Die zit hierachter. Start de propeller, die klapt vanzelf uit. Kleine beginzetje van de rotor, die draait rond. En dit is een van de testvluchten. Hier in Nederland. En hij vliegt gewoon. En de piloot zei dat hij echt ontzettend makkelijk te vliegen was. En dat wordt wel vaker gezegd van autogyro's. Je denkt van nou, dat ziet er ingewikkelder uit als vleugel. Maar ze zeggen, hij is eigenlijk makkelijk te vliegen. Hij is heel vergeeflijk. Je kan hem heel zachtjes, heel rustig neerzetten. En je hebt maar een heel kort stukje nodig. Het is niet helemaal verticaal, maar je hebt een heel kort stukje nodig om op te stijgen. En dit is bedoeld zoals Personal Air and Land Vehicle, PELVI. Dat is de naam van het ding. En dit kon wel eens de toekomstige auto zijn, want dat is wel een puzzel. Hè? Als je die puzzel goed maakt, als je iets maakt wat veilig is, wat economisch aantrekkelijk is om te kopen. In het begin is het natuurlijk alleen voor de rijke mensen, zoals al die dingen. En het leger koopt ze ook altijd eerst, dat soort dingen, dat is ook fijn. En dan als er maar genoeg gemaakt worden, dan wordt het vanzelf goedkoper. Er is fundamenteel gezien geen enkele reden waarom zo'n ding duurder zou zijn dan een auto. Of je nou een auto in elkaar zet, allemaal onderdelen of dit. Er is fundamenteel geen reden om dit te doen. En ja, hiermee kan je dus even naar Parijs. Of je kan sowieso overal plekken waar je heel moeilijk met de auto komt. Hè. Een château midden in de bergen, je vliegt er zo naartoe. Er zijn dus mensen die zeggen, ja, zou dit kunnen gebeuren? Nou, dream on, Jacco, dat gaat nooit gebeuren. Dat zijn fantasieën, dat zijn leuke prototypes, maar dit gaan we nooit allemaal gebruiken. En dan zeggen ze, want? Nou, er komen alle redenen. Bijvoorbeeld dat het veel te veel energie verbruikt. Of dat het veel herrie maakt. Hè. Als je dit over je tuin hebt de hele dag van je dingen. Wie wil dat nou? En dan zeggen mensen, dan zeg ik, ja, maar weet je, als we die auto nu niet hadden, en stel je voor, we hadden alleen maar treinen en tram en dat soort dingen, en er komt iemand van, ik heb een hele handige uitvinding, ik heb een auto, echt ontzettend handig. Ja, 400 verkeersdoden per jaar, en het stinkt en het maakt lawaai, en niet zo goed misschien voor het milieu, maar ja, verder wel heel handig. Dan zouden we zeggen, ja, je bent gek. Maar het ding was er al, hè? Dus we zijn het allemaal gewend. En ik kan je afvragen, hoe komt dat nou, dat we die auto eigenlijk al hadden, maar iets vliegends in de lucht niet. En daar heb ik een hele rare theorie over. Dan zeg ik, dat komt eigenlijk omdat wij te groot zijn of de zwaan te klein. Een zwaan te klein, ja. Een zwaan, ja. Kijk, waarom hebben we die auto? Daarvoor hadden we paarden. We zaten op paarden en toen hadden we koetsen. En dat is geleidelijk aan een auto geworden. Dus we hadden het altijd al. We hebben nooit die modus gehad dat we met z'n allen ons gingen verzamelen. We hadden al persoonlijk vervoer. En als wij nou een hele grote zwaan hadden gehad en we waren kleiner geweest, dan hadden we er vast ook al bovenop gezeten. En dan hadden we ook altijd al persoonlijk luchttransport gehad en dan hadden we er ook al lang zo'n vliegende auto gehad. Maar ja, de zwaan is te klein of hij te groot. En die hebben we nooit gehad en nu zegt iedereen, het kan niet. Zo zeggen mensen bijvoorbeeld ook, er is geen ruimte in de lucht voor de zwaan. Je hebt het al laten zien, ja, met al die vliegtuigen die door elkaar heen vliegen, is al heel moeilijk om te regelen. En dan ga je nog veel meer vliegen. Al die vliegtuigen, dat past toch niet? En dan denk ik, ja, maar het is toch eigenlijk heel gek. Auto's, die kunnen eigenlijk alleen maar over dat dunne lijntje tussen de gebouwen doorbewegen op één en dezelfde hoogte. Dat past wel, geen probleem.
Maar nu hebben we opeens al die hoogtes en we kunnen ook over gebouwen heen. En dan zou het niet passen? Ah, dat is toch een beetje gek. We zijn nu, voordat iemand dat ding al helemaal af heeft, en we moeten kijken of die pijl 4 het wordt, zijn we al aan het kijken, hoe moet je dat dan indelen in de lucht? Moet je het bundelen, moet je het structureren, of moet je het kriskras door elkaar laten vliegen? Dat soort vragen, daar wordt nu al naar gekeken. En ik hoop en ik denk ook stiekem dat die vliegende auto, die gaat er gewoon ooit komen. We kunnen nu om lachen, maar dat persoonlijke luchttransport, dat gaat ooit komen. Natuurkundig kan het, iedereen wil het, ooit gaat dat komen. Nou, ik kijk er in ieder geval erg naar uit.